We komen hier dan aan bij het huisje, want daar gaat het om. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Leuk en tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering in deze vaste serie, waarin we een aantal Steamwork projecten gaan bekijken en beoordelen. En de volgende komt van Tricky Plays Games, een bekende hier in deze serie. En hij heeft Up the Ride gemaakt. We kennen allemaal de film Up. Als je hem niet kent of nooit hebt gezien, schaam je diep. Want het is wel een van de betere Pixar films. En ook zo'n film waar eigenlijk nooit een vervolg van gemaakt moet worden. Gewoon een losstaand verhaal voor een losse film. Klaar. En nou ja, goed, als je hem niet kent, schaam je een beetje natuurlijk. Als je hem wel kent, ga je dubbel en dwars genieten. En oké, als je hem niet kent, ga je waarschijnlijk ook wel genieten. Want dit wordt volgens mij een hele toffe attractie. Zo, die hebben er zin in, maar ze lopen juist naar de uitgang. Dus ik weet niet of ze nou, zeg maar, hun familie gaan waarschuwen van... Yo, er is een hele goede attractie hier in de buurt. Laten we die even met z'n allen gaan bezoeken. Of ze hebben zoiets van, we moeten scheiden en we moeten naar het toilet thuis. Omdat hier geen toiletjes zijn. Dat zou kunnen, ik weet het niet. Pixar. We zien hier de balletjes. Althans, het zijn allemaal... Het is een beetje een Pixar logo. Hè? Het is eigenlijk... Nou, het is niet het officiële logo, maar het is wel een icoon van Pixar. Ze hebben altijd zo'n bal. En nou ja, daar lijkt het op. Maar dan in een soort schildvorm. We komen hier dan aan bij het huisje, want daar gaat het om. Want ja, hier staat nog steeds een huisje. Er wordt allemaal nieuwbouw gebouwd. En dat is natuurlijk zonde. Het is trouwens wel heel vet gedaan. Dan moet je kijken. Al die modder ook op de weg en die machines. Heel mooi gedaan. Allemaal uit cilinders bestaan die machines, losse onderdeeltjes. En dit is dan het bekende huisje met natuurlijk nog niet de ballonnen. Want normaal horen de ballonnen aan vast. Ja, jullie kennen het verhaal wel van Up natuurlijk. Oh, dit is nog leuker. Daar gaan we eerst even naartoe. Pizza Planet. Dat ziet er geweldig uit. En natuurlijk de bekende autotruc. De Pizza Planet truck. Die zit er ook bij. Dat is een soort easter egg in al die Pixar films. Dan zie je die truc overal staan. In Toy Story komt hij voorbij. Eigenlijk in elke film. En hier dan een leuke raketje. En hier kunnen we naar binnen. Dit hoort natuurlijk bij Toy Story. En we hebben daar arcadehalletjes. Met ook echt grijpkraampjes. Hartstikke mooi. We hebben daar ook nog een kauwgomballenautomaat. We hebben hier ook nog de wc'tjes. Dus die zijn wel aanwezig. En daar hebben we nog lekker eten en drinken. En natuurlijk een planeet van pizza's. Heel mooi gedaan. Origineel ook. En dit is ook echt heel vet gedaan. We zien daar ook nog voor de medewerkers een ingang. En ook nog wat automaatjes langs de zijkant. Maar waar het om draait is natuurlijk de attractie. Maar het is al zo gaaf om hier even doorheen te lopen, zeg maar. Daar staat weer de truc. We hebben hier ook echt een Pixar draaimolen. Heel gaaf gedaan, ook met dat logo natuurlijk in het midden. En dit is een van de nieuwere attracties. Althans, nieuwere attracties. Hoort bij de Vintage Pack, geloof ik. En natuurlijk het lampje. Het bekende Pixar lampje. Het gaat nog helemaal door naar achter. En jullie weten nog steeds niet, wat wordt het nou voor attractie? Wordt het een achtbaan? Wordt het een dark ride? Een trackless dark ride? We weten het niet. Ik ben blij dat ik mijn VIP vordringpas heb gekocht. Althans, die heb ik altijd wanneer ik de opname start. Dat is heel fijn, want dan kan je namelijk lekker... ja, het zou wat zijn dat mensen gewoon een review maken van een attractie. En dat je dan echt gaat wachten in de wachtrij. Nou, hier zijn we bij de attractie aangekomen. Het is dus wel een achtbaan. Verrassend, ook met die Pixar kleuren. Heel mooi. Nou, zoals SpongeBob zou zeggen, ik ben er klaar voor. We zien al een aantal mensen die dol enthousiast zijn om in te gaan stappen. En ik ben sowieso ook heel enthousiast over dit project. Ik ben sowieso erg benieuwd. De poortjes gaan dicht, dan gaan die open. En dan gaan ze zitten en dan gaan de beugels sluiten. En dan kunnen we ieder moment gaan vertrekken in deze, ja, toch wel Ik vind het gewoon een Pixar achtbaan. Absoluut. Dit is gewoon bestempeld met Pixar achtbaan. Klaar. En of het nou een familie-achtbaan wordt of een hele ruige, dat weet ik niet. Want Up is natuurlijk gewoon een familiefilm. De deuren gaan open en wow, dat is een machine. En die maakt allemaal van die ballonnen. Dat is gaaf. We komen gewoon in een ballonnentunnel en worden we afgeschoten. En uiteindelijk zie je dan dit. Het huisje. Oh, kijk eens even. Wat een prachtig object. Het is heel mooi gedaan dit. Ook met die buizen die onder dat huis lopen. Geweldig. Dan gaan we naar beneden. En waar zien we de padvinder? Ik zag die vogel. Die komt natuurlijk ook voor. Ik ben wel even de namen kwijt. Heel stom. Ik ga het ook niet opzoeken. Ik ben gewoon eerlijk daarin. En de waterval natuurlijk. Want daar wil hij het huisje plaatsen. Dan hebben we ook nog de pratende hond. Althans, zijn halsband laat hem praten. Maar laat het ook sowieso weten in de comments. Weten jullie de namen van al die dieren? Van dat hondje, van die vogel, van die padvinder. En natuurlijk van het oude mannetje. Russell. Eén naam weet ik. Russell. Dat was volgens mij de padvinder. Ja. En ik heb dat opaatje, ik weet ook wel, Ja, ik weet niet hoe die heet, maar het ligt op het puntje van mijn tong dat ik het wel weet. Oh, autosave modus. Daarom liep die even vast. Dit is heel gaaf. Dit is echt een prachtige, soepele baan. Heel mooie omgeving ook. En we gaan weer in de grot. En wat komen we daar tegen? De grote zeppelin. Jazeker. En in die zeppelin zitten ook een aantal gemene honden. Ik ga niet te veel spoileren voor de mensen die de attractie, of in ieder geval de attractie, de film nog moeten zien. Ga even kijken alsjeblieft. Doe het. En daar hebben we ook het hondje weer. We komen weer in de jungle terecht. Althans, we zitten over het algemeen in de jungle. En dit is gaaf. Kijk dan, een indoor scène. En dan zien we ook weer de naamloze vogel. Ik weet het echt niet hoe die heet, sorry. We wachten eventjes, want we komen bij het station. Dit was echt geweldig om te ervaren. En jullie weten het, vaak als ik in een hele toffe attractie zit of een hele vette achtbaan. Ik vind het sowieso erg verrassend dat het station niet te veel verklapt over de attractie. En sowieso ook de omgeving verklapt ook helemaal niks. Want of het nou inderdaad een dark ride was of een achtbaan, dat konden we niet zien. Omdat er gewoon een ontzettend groot decorstuk stond met al die nieuwe huizen die daar worden gebouwd of flatgebouwen. Maar we gaan eens even kijken hoe dat is als we achteraan zitten in deze achtbaan. Soms dan kom je nog wel eens particle effecten tegen die je niet ziet als je zeg maar voorin zit. Maar ik vind het jammer dat ik Russell nergens zie, de padvinder. Ik had die nog wel graag willen zien. Ik heb hem niet voorbij zien komen tijdens de rit. Dat vind ik wel jammer, want die hoort er eigenlijk gewoon bij. En natuurlijk ook dat mannetje van Up. Maar misschien spelen we wel die personages in de achtbaan. Dat we gewoon zelf een rit maken en komen we gewoon de dieren tegen. Zoals de vogel en natuurlijk het hondje. Het pratende hondje. Maar ik had misschien nog wel meer van die figuren willen zien. Dan had het nog wel wat leuker geweest, denk ik. Maar de omgeving is zeker mooi gedaan. Het is ook een prachtig project. Ook dat je nu weer dat huisje daarboven ziet staan in de lucht. En uiteindelijk is zijn doel om dat huisje ergens te plaatsen. Ik vind het ook wel leuk om te vragen aan jullie, wat is jullie favoriete Pixar film? Want inmiddels hebben we natuurlijk ook Coco en we hebben ook The Good Dinosaur. En er zijn nog talloze nieuwe Pixar films. Toy Story 4 komt er ook natuurlijk aan volgend jaar. Het ligt eraan of deze video in 2018 nog wordt geüpload. We zijn al bijna aan het einde van het jaar. Of je kijkt deze natuurlijk in het nieuwe jaar, dat kan ook allemaal. Maar ja, hopelijk zo snel mogelijk dat er weer heel veel Pixar films komen. Want ik geniet er voortdurend van. Kijk eens even, die prachtige omgeving met al die jungle-achtige boompjes die hij heeft toegevoegd. Komen in een grotje en dan bij die laatste indoor scène. Ook heel mooi gedaan, met die hoge bomen geplaatst. En dan gaan we door die laatste deur met blokremmen, geloof ik. En dan kunnen we rustig door het station. En dan zie je ook net dat het andere karretje vertrekt. Een perfecte timing. Nou, dit was de attractie. Laat vooral een duimpje achter. En voordat we gaan afsluiten wil ik eigenlijk nog even de totale oppervlakte zien van deze hele ride natuurlijk. Ja, en dit is dan het decor wat ik bedoel. Dat is echt heel erg goed gedaan, want vanuit de attractie zie je eigenlijk helemaal niks. Ik zag alleen dit stukje erbovenuit steken, maar voor de rest is het echt heel mooi gedaan. Zeker een 10 van de 10, absoluut. Laat een duimpje achter voor Up the Ride. En nou ja, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Doei doeg!